Femke Dekker gaat als ex-topsporter en als politieagent naar de Olympische Spelen om lid te worden van de IOC Atletencommissie. Nou, ik ben nog topsporter, want ik heb nog een roeiuitdaging staan, het EK in september. Maar inderdaad, ik ga naar Londen om daar 3 weken campagne te voeren om hopelijk het lidmaatschap in het IOC Atletencommissie te bereiken. En wat ga je in die Atletencommissie doen? Wat ik daar ga doen? Nou, ik heb op dit moment 3 punten waarvan ik denk, nou ja, dat zou beter kunnen en moeten. En het eerste is antidoping. Nou, doping en sport gaan natuurlijk niet samen. In de strijd daartegen hebben we te maken met whereabouts. Nou, iedereen weet dat dat een enorme slag op je privacy geeft. Dus dat systeem moet gewoon gebruikersvriendelijker. En bovendien is het ook nog zo dat wereldwijd niet dezelfde straffen gehanteerd worden, wat eigenlijk wel zou moeten. Een ander speerpunt wat ik heb is de tweede carrière. We investeren ontzettend veel geld en tijd in onze carrière voor onze sport, maar het leven daarna eigenlijk niet. Terwijl op een gegeven moment houdt het op, heb ik zelf ook ervaren. Dan moet je natuurlijk verder en ik vind dat daar nog veel meer in geïnvesteerd kan worden. En de derde is dat ik het heel belangrijk vind om internationale kennis te delen met elkaar. En ik denk dat de IOC Atletencommissie een juiste persoon is om al die kennis bij elkaar te vergaren. Zo weet ik dat bijvoorbeeld in Frankrijk men bezig is met een pensioenregeling voor topsporters. En ja, als die kennis er natuurlijk is, bijvoorbeeld ook de kennis in Nederland over de tweede carrière, is dat heel goed met elkaar te delen, zodat we allemaal voordeel kunnen halen aan een beter topsportklimaat. Nou ben je niet de eerste die probeert namens Nederland in de IOC Atletencommissie te komen. Hoe ga jij campagne voeren om het wel te halen? Ja, het klopt. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk als je als Nederland met 180 Olympische deelnemers bent ten opzichte van 10.500 Olympische atleten om dan zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Ik moet wel zeggen dat NOC daadwerkelijk heeft gekozen om, als we ervoor gaan, gaan we er ook goed voor. Dus ik draag deze campagne ook niet alleen. Daar heb ik samen met 3 andere mensen voor die mij heel veel expertise hebben binnengebracht en samen hebben we een strategie bepaald om dus zoveel mogelijk alle atleten te kunnen benaderen om ze te overtuigen op mij te stemmen. Dus ik hoop alleen maar dat het juist meer stemmen opwerkt. Dan ga je straks het NOC-werk en het IOC-werk combineren met een nieuwe baan bij de politie. Vertel daar eens iets over. Ja, nou, ik zit natuurlijk al bijna 6,5 jaar in de atletencommissie van NOC-NSF. Daar hebben we ook een zittingstermijn van 8 jaar, wat hetzelfde is voor het IOC-atletencommissie. Dus daar gaat het wel bijna ten einde, maar dat blijf ik er zeker bij doen. Het IOC-atletencommissieschap zal ook betekenen dat het gaat op vrijwillige basis. 1 keer in de zoveel tijd kom je samen, dus het is erbij plannen. En de topsportcoördinator wordt mijn nieuwe functie per 1 september, wat eigenlijk fulltime mijn tijd gaat innemen. Nadat ik het Europees kampioenschap roeien heb afgesloten. En daar zal de meeste tijd voor mij komen te liggen. Dus ik zie heel veel mooie dingen die niet meer zo zijn van daadwerkelijk zelf sport beoefenen, maar eigenlijk voor de sporter te gaan strijden. Maar ik vind het echt ontzettend mooi dat ik eigenlijk na 3 keer strijden voor zelf Olympisch eremetaal nu mag strijden voor alle sporters samen, voor de belangen. Dus ik ben er helemaal klaar voor en ik ga 3 weken me daar heel hard voor inzetten.